Achter mij liggen twee muurkranten. De voorste is een muurkrant van 1 mei 1980. De achterste, mijn favoriet overigens, is een krant van 1 mei 1979. 1 mei wordt overal in Europa gevierd als de internationale feestdag van de arbeidersbeweging, het socialisme, behalve in Nederland. De muurkrant die aan de linkerkant, aan de extreem linkse kant van het spectrum zat, denk aan anarchisme, wilde elk jaar iets aparts doen of iets extra's doen voor de muurkranten. Dat wil dus zeggen dat de muurkranten die gezeefdrukt werden, die werden eerst in het zwart gezeefdrukt. Daarna werd er met rood overheen gegaan. Nou, dan krijg je zoiets. Ik vind ze erg mooi. Rood is overigens de kleur van het socialisme. De combinatie rood-zwart is de kleur van het anarchisme. Ik neem aan dat het niet per ongeluk zo is. Wil je meer van deze muurkranten zien of wil je er onderzoek in doen? We hebben ze allemaal gedigitaliseerd. Kijk op onze website www.regionaalarchieftilburg.nl. Kijk onder het kopje foto's. Ze zijn echt de moeite waard.